kijkers, vandaag ga ik even snel de lamp van de Philips Esra's 201 vervangen. Ik heb er gewoon even zin in om het gaan te filmen voor het lantaarnpakkanaal. En voor later natuurlijk, als ik misschien bij Zierut ga werken, of ik nog niet helemaal zeker weet. Maar dan weten ze in ieder geval wat mijn dingen zijn, wat ik allemaal kan. Maar als allereerst gaan we de achterclips openmaken. Dat zijn deze. Die kunnen niet helemaal los. Die houden de kap vast. Er zitten twee. Dat verschilt per maat. Als je de grote maat hebt, heb je drie clips. Ik heb nu drie clips die de kap echt dicht drukken en twee die de kap houden. Nou, dan maak ik eerst de voorkant los. En dan hou ik de kap vast tegen. Want die gaat te vallen natuurlijk. De kap gaat open. Hij is een beetje vochtig, omdat het echt een beetje vochtig weer is. Nou, dan zien we hier de lamp zitten. Hartstikke mooi. Die draaien we een kant op. Deze kant is dat in deze geval. In dit geval. Die halen we eruit. Voorzichtig, zodat hij niet breekt. Want hier zit natrium in. En dan leggen we deze oude lamp leggen we natuurlijk weg. Ik doe het nog even op de ladder. Maar zo'n armatuur op zo'n hoogte, dat is nooit mogelijk. Dat zul je nooit tegenkomen. En als je tegenkomt, dan is het heel speelzaam. Oh, wat ik ook zie is dat de rubberstrip een beetje los heeft gelaten. Dus die gaan we ook even terugduwen. Oh, dan moet je terugduwen erin. Dat het helemaal veilig is. Nou, dat lukt dus niet. Nou, dan ga ik het armatuur even bekijken. Zijn de kabels nog stevig erin? Helemaal. Is de zekeringen niet door? Even kijken of de zekering niet door is in het armatuur. En zit er een zekering in? Ja, er zit een zekering in SRS'en. Alleen hoe deze eruit moet is nog wel een beetje een vraag. Ja, ik heb hem. Nee. Heel. Nou, dan doe je de zekering weer terug. Anders gaat hij natuurlijk nog niet aan. Een pakketje. Zo, die zit terug. Waterschade, is er waterschade aan de armatuur controleren? Nee, de kap is nog mooi helder. Geen waterschade aan de binnenkant? Nee, dus dat betekent goed. Het voorschakelapparaat is nog goed intact. Zie je, het voorschakelapparaat is perfect intact. Het is een elektronisch voorschakelapparaat trouwens. Hij mist alleen zijn achterklepje, omdat die daar heeft liggen. Die heb ik toen niet aangedaan. Nou, alles perfect. Kunnen we de nieuwe lamp gaan pakken? Zo, hem. Gewoon een nieuwe Sox PSG 55 watt. Sox PSG Plus met blauwe fitting. Groene fitting, sorry. Nou, oké, dit is best wel een lastig klusje. Die moeten we er zo indrukken. Een beetje wringen. Met één hand lukt dat bijna niet, dus ik doe hem er even in. Zo, dan zijn we weer en de lamp zit erin. We gaan vastschroeven. In de fitting klikken met de gaatjes en we zitten erin. Controleren even of die houden wel goed is. Hij zit perfect. Hij hangt mooi in de armatuur. Nou, dat is mooi licht. Kap gaat weer dicht. Eerst deze twee zijclips. Dichtklippen, want het zijn de hoofdclips, zou ik maar zeggen. Dan kan ik het gewoon helemaal loslaten. En dan hangt hij niet meer. Dan doe ik de achterklip dicht. Deze twee. En dan deze clip nog. Dat is heel simpel. Die zet je eerst op de kap. Doe hem vast. En zet hij dicht. Nou, dan gaan we natuurlijk ook even testbranden. Hoppakee, dan zijn we weer testbranden. De ladder is even weg. Nou. Dit gaat met genoeg. Goed. Nou. Die doet het. Even wachten tot hij op volle sterkte is. Na een paar minuten wachten is de lamp eindelijk aan. Op volle sterkte. Nou, de lamp brandt heerlijk goed. En de kerstverlichting is ook al aan. Hartstikke mooi. Ja. Het verkeersbord gaan we even een beetje recht hangen, want dat is ook nodig. Zo, nice. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Kijk ook mijn andere video's op Lantaarnpakkanaal. En natuurlijk ook die van Tobias. Abonneer op het Lantaarnpakkanaal. Tobias Verdien, Thijs Hammer en Christmas Light. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!